Nou, we hebben dan ook gesproken met Shakil van Sichem. Hij heeft recent nog gevochten tijdens Scrapyard 7. Het was zijn eerste MMA Pro gevecht en die heeft hij natuurlijk gewonnen. En hij was er zelf verzekerd van dat hij zou winnen. Voor hem was alleen de vraag hoe. Hij had zijn plan, maar winnen was belangrijk voor hem en dat is ook gebeurd. Hij nam het op tegen Robocop Vitol. En we blikken terug naar dat gevecht met Shakil van Sichem. Ik wilde een first round finish. Ik heb een first round finish gehad. Ik wilde het liefst doen, ground and pound. Dus dat is slaan en dat stopt die ref. En zo is het ook gebeurd. Het is basically gegaan zoals ik het wilde. Ik was voorbereid op alles. Maar dat ding is, die man is een hele goede tegenstander. Dus ik dacht van, hé, wat is er, wat heeft hij dat me zal verrassen? Dus ik dacht van, hé, oké, hij is langer. Ik dacht wel dat hij veel langer was, dat we naast elkaar stonden, tegenover elkaar. Dus hij is nog steeds langer, maar ik dacht veel. Ik dacht, hé, waarschijnlijk heeft hij een specifieke choke voor me getraind. Dat wanneer ik shoot, aan mijn jokker mee. Dus ik dacht van, of hij gaat waarschijnlijk inspringen met de elleboog, of wanneer ik shoot met een knie. Dus ik was zo voorzichtig en tegelijkertijd voorbereid op alles. Maar het is inderdaad, het was een redelijk moeilijke partij, maar het zag er wel makkelijk uit. Dat heb ik wel ook gezien, ja. Je kan die man in de eerste ronde al meteen optillen en je liep een paar meter met hem. Dan lijkt me zo'n moeilijke tegenstander. Ik vecht in Suriname. Dus ik moest sowieso wel even een show neerzetten, want niet ik aan bonken, maar ik draaf. Ik wilde hem wel naar die andere kant brengen. En vooral ook, ik wilde hem naar mijn corner brengen, want waar is zijn corner? En sowieso was het meestal gewoon wel even een show. Maar wat ik wel merkte is dat ik tijdens die ground and pound toen we op de grond waren, ik wel een beetje voelde dat ik verzuurd raakte. Dus daar raakte ik eventjes in paniek van, joh, of ik heb nog twee lange rondes te gaan. Slow it down a little bit. Zoek je op, want ik kan gewoon wild gaan en gewoon gek worden, bam, en dan weer klaar je. Shakil Kugumaats van Sichem wint het hoofdgevecht vanavond tijdens Scrapyard Part 7, The Endgame.